Ik ben een stoere jongen door het leven gegaan. Mijn vader die regelde gelijk een werkje voor me om bij te verdienen, zodra het mocht. Toen ben ik gaan werken en ik verdiende geld. Ik kreeg een leuke vriendengroep, we gingen darten, we gingen voetballen. Op een gegeven moment kwamen we ook de cafés van binnen te zien. Toen kwam ik dus in aanraking met gokken. Ik zat wel eens te kijken naar die gasten wie dat deden. Het maakte me nieuwsgierig, hè, die lampjes, hè, de getik. Ja, als ze dan de jackpot hadden, dat getik van de kasten. Ja, totdat ik op een gegeven moment ook wat ingooide. Nou ja, en dan weet je wel, als je als eerst begint, dan win je. En ik win steeds meer en meer. Nou, af en toe verloor je wel eens wat. En het ging op een gegeven moment mijn leven beïnvloeden. Want als ik dan thuis kwam en er viel een leegtes, verveling, dan ging ik naar de kroeg, ging ik gokken. Het liep steeds meer uit, totdat ik alles vergokt had. En toen ontmoette ik dus mijn vrouw, Jacqueline, ontmoet ik toen. Toen stond ik in dubio. Hè? Ik wou niet het gezellige leven met gokken en drank en gelukkig geen drugs. Dat wou ik dan ook niet opgeven op dat moment, want ik had veel vrienden. En ik ging twee levens leiden. Ik ging mijn vrouw, die bracht ik thuis en dan ging ik daarna nog op stap in de late uurtjes van de nacht. En dan kwam je thuis tot besef van, dat is niet de goede weg. Maar het ging maar steeds weer opnieuw en opnieuw. En ik loog heel veel tegen Jacqueline en tegen mijn ouders. En tegen mijn familie, mijn zus en mijn broer. En ja, totdat ik op een gegeven moment klaar was. Want er gebeurde op dat moment in de vakantie. In de vakantie gingen we gewoon elke dag naar de Fairplay. Bijna elke dag om daar gewoon die spanning en die sensatie op te zoeken. Want gokken is op een gegeven moment een onderdeel in je leven wat verslavend is. En dat je niet zomaar vanaf komt. Op een gegeven moment zat ik in de Fairplay. En ik zat lekker stoer achter de kast. Aan drukken. En toen stond ze achter me. Toen werd ik gewoon geconfronteerd met wat ik deed. Het was de zoveelste keer dat ik er bedrogen had en gelogen had. Ik denk dat komt wel weer goed, maar het kwam niet goed. Ik was er kwijt. En mijn leven die stond op de kop. En ik dacht in mezelf, wat wil ik nou? Wil ik nou met deze leven doorgaan? Of wil ik alles voor geven om een goed leven met Jacqueline? Toen heb ik gekozen voor een goed leven met Jacqueline. Maar ik kreeg geen contact meer met haar. Ik besefte wel dat ik echt tegen de verslaving aan zat. Ik ben hulp gaan zoeken. Die zondag daarna, toen hadden we een dienst. En ik vergeet het nooit meer. Was de dominee Polinder. En die preek begon. En die begon gewoon, alles wat hij zei, dat was op mij gericht. Ik voelde me zo schuldig en rot. En ik werd steeds kleiner en ik durfde niet meer te kijken. Ik begon in één keer te huilen. Ik wist het niet meer. Ik ben eruit gelopen. Ik heb toen gezegd tegen Jezus, ik zeg, wat u wil, doe die wil dan in mij. Oké, als ik dan verder moet gaan met Jacqueline, wilt u me dan nog een kans geven om daar heerlijk en open met haar over te praten? Heel veel moeite gedaan om contact te komen met Jacqueline. Toen nam ze op een gegeven moment telefoon op. En toen heb ik gezegd, als je niet maar met me door wil gaan, wil je dan wel op een normale manier afscheid van elkaar nemen? Ik denk misschien dat ze dan wel toeslaat om nog maar een keer te zien. Nou ja, dat wou ze dus. Toen heb ik gewoon alles uit de kast gehaald om me te overtuigen dat ik echt ook aanraking door God gekregen heb om nou de goede weg te leiden en te gaan. En toen heeft ze dus gezegd, Ik wil met je verder, maar dan is het vanaf nu geen café, geen disco. Nou, overtuigend ja gezegd, ik ga er volledig voor. Maar ja, dat was op dat moment heel makkelijk om te zeggen, want ik wou Jacqueline terug. Maar toen kwam het dagelijks leven weer. En dan werd ik weer gebeld door de vrienden. Ja, ik moest zeggen, ik ga er niet naartoe. Dus ja, dan voel je je op een gegeven moment ook alleen. Nou, dan kreeg ik meer tijd om dingen na te denken, de Bijbel te lezen en de goede wegen te bewandelen. Toen zijn we vol gaan sparen en dan besef je van wat je kan sparen als je echt een normaal leven leidt.
Ik heb gewoon van mijn 15e jaar tot mijn 22e jaar gewoon alles vergokt. Al mijn geld weg. Ja, en toen op een gegeven moment wouden we graag trouwen. Toen zijn we getrouwd. Heb ik belijdenis gedaan, oprecht. Omdat ik met Jezus wilde volgen. Op een gegeven moment werd Joelle geboren. Die hebben we gedoopt. Matthias geboren hebben we gedoopt. En we zaten wel op ons plek. Nou, totdat Jacqueline op een gegeven moment veel vragen kreeg en geen antwoorden wist te vinden in de Bijbel. Met de vragen aan dominee. En die besloot op een gegeven moment om zich dus voor de tweede keer te laten dopen. Een geloofsdoop. En ik had er heel veel moeite mee. Er kwam een strijd in me los. En ik kon er heel, heel moeilijk mee omgaan. En totdat ik gewoon mijn vrouw en kinderen afzette bij mijn vrouwenkerk. En ik ging nog door naar mijn eigen kerk. Totdat in 2017 ik besefte van, nou, dit is ook niet goed. En toen ben ik ook gewoon bij de kerk gekomen waar Jacqueline in zat. De Reformatorische Baptistengemeente was dat. Dus Jacqueline die liet zich dus dopen. Toch was er wel wat van binnen wat me dat ook aantrok. Op een gegeven moment, ik wou groeien in geloof. Maar omdat ik elke keer niet mijn hobby's aan de kant wou zetten, gebeurde dat niet. Ik moest een priester van gezin, moest ik zijn voor mezelf, want ik ben een man. Maar ja, dat was Jacqueline. Die studeerde pastorale hulpverlening en die wist heel veel van de Bijbel. Ik voelde me daar schuldig om. Ik wou ook gewoon vast geloof hebben. Dus op een gegeven moment tijd doorbrengen met Jezus. Momenten uitzoeken om elke keer één te zijn met hem. Eén keer per jaar ging ik dan met een mannengroep met een reis mee. Om Jezus groot te maken in aanbidding, Bijbelstudies. Alleen dat weekend als teken van Jezus. Ik ging naar het buitenland om daar mensen te helpen, voedselpakketten rondbrengen. Maar het was nog niet genoeg. Ik wou meer. Op een gegeven moment was ik bij een doopdienst uitgenodigd van Sarah, een vriendin van mijn vrouw. En ik kwam daar dus als eerste in de gemeente van Jeruzalem. En dat was zo'n geweldige dienst. Het raakte me zo. Het was een mooie getuigenis, een mooie doopdienst. De aanbidding, het woord van God, dat stond vooraan. En dat was gewoon geweldig. Als Robert-Jan gezegd had van, zijn er mensen die ook nog gedoopt willen worden? Had ik op dat moment naar voren gestapt en ik had me ook laten dopen. Maar dat begon het al te leven, heel diep van binnen. Toen had ik dus begrepen dat Robert-Jan een halve Urker was. Hij had een verlangen om ook die fundamententraining op Urk te geven. Ik wou er heel graag naartoe. En toen heb ik gewoon die keuze gemaakt. Ik ga gewoon volledig voor die fundamententraining. En dat was zo'n zegen om dat mee te maken. En elke keer als ik dan weer thuis kwam, dan was ik helemaal weer vervuld met de Heilige Geest. En het voelde gewoon heel goed. En tot die avond met les 8 over dopen. Ik werd er zo geraakt met de woorden uit de Bijbel en de woorden van Robert-Jan. En aan het einde van de avond toen zei hij van, zijn er mensen die zich willen laten dopen? Maar ik had nu zo'n intens gevoel toen Robert-Jan daar zei van, en toen zei ik ja. En ik besefte van, hé, ja, dit is ook voor mij. Dus ik stond op, ik zei, ik wil ook wel gedoopt worden. Toen ben ik dus 8 december ben ik gedoopt. Vanaf dat moment dat ik onderging, dan is mijn oude leven, wat ik allemaal gedaan heb in zonde en iedereen pijn heb gedaan, waar ik vergeven voor heb gevraagd aan familie, aan iedereen. Maar ik wou zo graag dat oude leven weg. Ik wou een nieuw leven met Jezus. En dat is zo geweldig. Als ik dan naar boven kom en je armen wijd open heb. En dat je dan, Heer, doe uw wil in mij. Hè? Neem mijn leven. En laat het zien aan ieder die me kent. En ieder die weet waar ik vandaan kom. Dat ik iedereen kan bemoedigen. En wat er zo mooi is als u in Jezus gelooft. En vanaf dat moment, Ik heb nooit meer kunnen liegen. En dat is zo mooi als ik dan aan de vruchten van de geest. Hè, vriendelijkheid en zachtmoedigheid en zelfbeheersing en liefde. Liefde is voor mij is dat zo belangrijk. Dat u altijd met liefde omgaat met uw naasten. Hè, dat u altijd geduldig afwacht. Al bent u boos.
telde 10. En dat had ik nooit. Ik was altijd driftig en altijd bemoeiachtig en altijd ruzie zoeken en een beetje klieren. En nu ben ik een heel ander mens. En dat vind ik zo geweldig. Dat is net wat ik heb vergeten te zeggen over dat ik echt die keuze maakte om van gokken af te komen. Dat was de gelijkenis van de verloren zoon. He, dat hij in Lucas 15 vers 18 dat hij dan zegt van Heren, ik heb gezondigd tegen u. Heren, ik ben het niet waard. Ik ben het gewoon niet waard om dat terug te mogen. He, want zijn vader stond met haar armen open om hem te omhelzen. He, en ik voelde op een gegeven moment dat ik die keuze toen maakte, voelde ik me warm en blij. Dat ik op een gegeven moment dat Jacqueline zei van, ik wil je nog een kans geven. En ja, en sinds dat alles, dat ik keuze gemaakt heb, en we thuissituaties ook niet makkelijk. Mijn vrouw die kon daardoor niet meer werken. Dus we leven al 3 jaar met 1 loon. Maar toch hebben we alles in gebed gelegd. In de handen van Jezus. En het zijn op de gekste manieren. We worden gewoon gedragen door Jezus. En alles komt goed. En dat wil ik ook de mensen vertellen. Dat we altijd vertrouwen moeten houden op Jezus. En ben je nou ook zeg maar met verslavingen verslaafd aan roken, aan drugs, aan alcohol, aan seks, aan porno, maakt niet uit wat verslaving. Ga naar de gelovige mensen toe, ga naar de gemeente toe. Als u mij ziet in de gemeente, stap naar me toe. Ik zou nooit geen tijd in je steken. Ik zou altijd openstaan voor iedere. Wie hulp nodig heeft en iedereen in de gemeente. Niemand laat iemand staan. Niemand, geloof ik niet. Als christen zijn moeten we open en eerlijk zijn tegen iedere mens in deze wereld. En dat wil ik jullie meegeven. Dat je nooit moet denken van, er is niemand wie mij wil helpen. Want er is altijd één in de hemel, die laat je nooit staan.